Ik ben Koen Brabant, ik ben directeur van PB Techniek en de installateur op dit bedrijf. We hebben op dit project in samenwerking met Lemnis Orion een Lemnis LED installatie geïnstalleerd. Deze LED belichting zit precies in de goede golflengtes en is watergekoeld. Dus dit maakt het mogelijk om bij koudere teelten zoals bij sla, die de warmte niet kunnen gebruiken, dat je daar ook hogere lichtniveaus kunt bereiken. Deze klanten verwachten van ons een perfecte lichtinstallatie met een goede verdeling, zonder dat er een warmteontwikkeling in de ruimte ontstaat. De oplossing was natuurlijk, zoals je hier ziet, Lemnis LED-armaturen watergekoeld, zodat we de warmte naar buiten kunnen afvoeren en toch lichtniveaus kunnen behalen die veel hoger zijn dan we met de aangestelde T kunnen bereiken. Ten opzichte van de traditionele belichting ben je met LED exact in het fotosynthetische gebied qua golflengte en daardoor ben je veel effectiever. Nou, de investering van LED-installaties ligt wel hoger, tot 2,5 tot 3 keer hoger dan bij aangestelde T-installaties. Als je zuiver naar de stroomkosten kijkt, en je zou een stroomprijs nemen van ongeveer 7 cent, wat op het ogenblik hoog zou zijn, dan is de terugverdientijd 5 jaar. Maar dan nemen we niet de andere voordelen mee, die je betere smaak, betere kleur en hogere producties. De levensduur van deze lamp in vergelijking met AGSON-T. AGSON-T moet je om de 3-4 seizoenen moet je je lamp verwisselen. Een LED-installatie die gaat misschien wel 10 tot 15 jaar mee. Ja, we zijn nu al, ik denk, bijna 10 jaar bezig met Lemnis Orion en LED-verlichting. Dus dat zijn er heel veel. Maar we zien wel dat het afgelopen jaar dat vooral de slakwekers komen tot de realisatie dat dit eigenlijk hun oplossing is. Onze verwachtingen qua ontwikkeling in de LED-technologie is dat we de efficiëntie van de armaturen nog verder gaan opschroeven. We zitten ogenblik op dit moment op 2,6 micromol per seconde per watt. En verwachten dat we dat nog wat hoger kunnen krijgen in de toekomst. Daarnaast gaan we proberen om de investeringskosten per armatuur naar beneden te krijgen. Door grotere aantallen te kunnen draaien, dat de investering lager wordt voor onze klanten. Wij denken dat het LED-belichtingssysteem uiteindelijk een totale vervanging gaat worden voor de AGSON-T-installatie, dus voor alle teelten. Voor andere teelten merken we dat we nog een oplossing moeten vinden voor de stralingswarmte die we missen met LED-lampen. Je hebt natuurlijk warmte uit de kas, maar je mist dan de stralingswarmte op de bladeren. Dus daar zien we vaak dat onze klanten voor hybride oplossingen kiezen. Maar eigenlijk zijn we er wel van overtuigd dat het in de toekomst allemaal LED gaat worden.